Ik groeide op in een omgeving waarin mannen vaak werden aangemoedigd om sterk te zijn. Hun gevoelens binnen te houden en te laten zien dat ze altijd alles onder controle hebben. Er was een tijd waarin ik dit overnam. Op andere momenten wil ik mijn stem laten horen en creëer ik muziek om mijn gevoelens te uiten. Door allebei te doen, kan ik mijn creativiteit op verschillende manieren uiten en mezelf ook op een diep niveau te begrijpen. Naarmate ik ouder werd, besefte ik dat mijn emoties juist een teken van kracht is. Het is een deel van mijn identiteit, een deel van Sergeant. Terwijl ik schilder, ontstaan er vaak melodieën in mijn hoofd. De kleuren en vormen op het doek roepen een bepaalde vibe op die me inspireert om muziek te maken. En wanneer ik muziek maak, word ik geïnspireerd door de emoties die ik tijdens het schilderen heb ervaren. Het is alsof de twee kunstvormen met elkaar communiceren en elkaar versterken. Mensen hebben altijd een vooroordeel, maar ik laat me niet beïnvloeden. Want eerlijk, wat boeit het wanneer morgen niet eens beloofd is? Ik schaamde me soms dat ik die guy was die ging schilderen, tekenen, muziek maken. Uiteindelijk vind ik het toch uit. Doe wat jij wilt. Fuck wat mensen denken. Mijn schilderkunst en muziek beïnvloedt elkaar. Door te experimenteren met verschillende stijlen wil ik als artiest groeien. Elke golf is een nieuwe toon.